De decembermaand is weer begonnen en het is natuurlijk bijna onmogelijk om de pepernoten, kerststollen, chocoladeletters en al die lekkernijen te laten staan. En dan heb ik het nog niet eens over de familiedinees. Heerlijk. Dus eigenlijk is de decembermaand de maand om enorm aan te komen. Maar ik wil weten of je dat misschien ook kan beperken. Ik heb een afspraak met Karin de Zoete. Zij is voedingsdeskundige en zij kan me er veel meer over vertellen. Doordat mensen bewuster, ecologischer ook eten, denk ik dat het niet zo erg is als vroeger. Lijkt me wel. Je eet meer en ongezonder dan normaal gesproken. Sinterklaas, snoepgoed, de oliebollen, kerst, koemetten en dat soort dingen meer. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze denken van in januari, dan let ik wel weer meer op. Karin, leuk om je weer te zien. Om te beginnen, hoe gaat het met jouw eigen herstel? Ja, het is natuurlijk blijvend letsel, dat wisten we al. Maar ik denk als ik het nu toch weer met een jaar geleden vergelijk, dat ik ben eigenwijs, maar toch wel heel iets vooruit ga. En dat blijven we ook gewoon proberen. Jij vertelde natuurlijk dat je ook een doel had waaronder op je paard zitten en dat is je gelukt. En als jij wil afvallen, dan moet je natuurlijk ook een doel hebben. Maar ja, wat is er nou belangrijk? Want als ik jou zo zie, dan denk ik, ja, een zelfvertrouwen en lekker in je vel zitten, is dat niet belangrijker dan je gewicht? Ja, ik denk dat zelfvertrouwen het allerbelangrijkste is. Niemand ziet op je neus staan wat je weegt. Nee. Maar als je zelfvertrouwen uitstraalt van binnenuit en je zit echt lekker in je vel, ja, dan ben je er gewoon. Dus je moet fit zijn, energiek, lekker in je vel zitten. Dan kan je gewoon de wereld aan. En wat is nou een vakterm het ideale gewicht? Ik vind het ideale gewicht bestaat niet. Ik ben natuurlijk eigenwijs. Iedereen heeft een natuurlijk gewicht en dat is een gewicht wat bij je past. He, jij bent heel tenger gebouwd, dus je bent ook heel erg slank. Als je wat breder gebouwd bent, dan pas je gewoon niet in die maat 36. Dat moet je ook niet willen dus. Dat moet je ook echt helemaal niet willen. Soms zie je meiden die zijn best wel heel erg slank, maar die hebben een torenhoog vetpercentage. En die zitten niet strak in hun vel. Jij wilt echt, als je wilt afvallen, wil je weer mooi in balans komen. En je wil eigenlijk als het ware droog en strak trekken. Dus dat betekent dat je wilt dat je eigen lichaam, je eigen vetreserve als noodvoeding gaat aanspreken. En dan knabbel je je eigen vetrandjes als het ware op. En dan kom je weer heel mooi in balans. Je hoort heel vaak mensen zeggen, als je overgewicht hebt, dan is het gewoon je eigen schuld. Elk pondje gaat door het mondje, je kent het wel. Maar is dat een fabel? Ik vind van wel. En natuurlijk is het weer een feit dat er een groep mensen is die gewoon echt elke dag opnieuw junkfood eet en heel erg veel eet en ongezond. Maar dat is echt maar een hele kleine categorie op de hele bevolkingsgroep. Maar vergis je niet, een bepaalde combinatie van medicijnen zorgt echt voor overgewicht. En die mensen kunnen heel moeilijk afvallen. Met hulp en begeleiding kan dat natuurlijk wel. Maar het is echt een fabel dat mensen met overgewicht de hele dag zitten te eten. En ik zal het je nog sterker vertellen, die mensen die komen hier huilend binnen. En als je echt naar het eetpatroon kijkt van de afgelopen maanden, dan eten ze eerder te weinig dan te veel. De decembermaand, daar moeten we toch echt even over hebben. Want mensen die kijken er toch tegenop, hè? Pepernoten, chocoladeletters, banketstaven, de kerstdiners. Heb jij nog tips? Geniet, eet alles wat je wil, maar doe daarna gewoon weer een paar dagen normaal. Dus eet gezond en gevarieerd, dus meteen weer eigenlijk terug naar een gezonde basis. En je lichaam kan het veel makkelijker handelen dan heel even goed fout eten. Dan kun je ook genieten en dan heb je de gezelligheid die je wilt. Maar doe dat niet dagenlang op rij. Dus elke keer weer even genieten, dan weer even gezond eten, dan weer genieten. En dan kom je prima stabiel door de feestmaanden heen. En het enige wat ik altijd vind, en dat adviseer ik mensen wel, dan zeggen ze, ja, maar ik heb heel veel eten over, hè, van al die feestdagen en met name dan de kerst. En dan loop ik nog 5 dagen, want dan wil ik al die restjes opeten. En dat is echt, doe dat niet, doe dat niet. Geef je visite echt, de een vindt een toetje lekker, de andere geef je misschien de wijn mee, weer een ander geef je de Franse kaas mee. Nee, geef het weg, je doet een goede daad. Jij bent er vanaf als je bang bent dat je het allemaal opeet, maar ga niet 6 dagen alle restjes opeten. Ik denk dat dat de belangrijkste tip is. Hele goede tip. De meeste
meeste Nederlanders komen dus aan in de decembermaand. Dat kan ook bijna niet anders, want al die lekkernijen en wat dacht je van die kerstdinees. Maar wissel jij af met gezond eten, valt het dan maar reuze mee.